Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wilde de heer Van der Staaij vragen naar dat, hè, sneller, 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 meer, meer, meer. Wat wij allemaal op enig moment zeker hebben gedaan, want we zagen de noden in het land. Maar er is ook een werkelijkheid die ook weer uit het rapport naar voren komt. En dat is ja, dat het op 10 april eigenlijk zijn brandmeester was. Hè. De webshop van het LCA kon opengesteld worden voor iedereen. Dus ook voor thuiszorg, ook voor de verpleeghuizen. En als ook de voorman van het LCA voorstelt om nog voor het paasweekend langs die zorginstellingen een hele grote vrachtwagen te sturen waar de nood het hoogst is, dan zeggen de instellingen, doe maar naar de paas. Hè, want het is, de situatie is op dat moment een heel stuk beter. En dat komt ook omdat het LCH natuurlijk sinds de oprichting met al die mensen die ergens verstand van hadden ook succes boekte. Hè. De mondkapjes kwamen binnen. Er zaten er nog miljoenen in de pijplijn. En wat er dan gebeurt is op 17 april... is dat de andere voorman van het LCH zegt, ja, maar dit mogen jullie niet zeggen publiekelijk tegen de medewerkers van het LCH. En zeg alsjeblieft niet tegen iemand die zich meldt, we hebben genoeg. Dus ze moeten gaan zwijgen. En daardoor houden wij houden het beeld dat het meer, meer, meer moet zijn. En dan eindigt hij ook nog met tot zover de boodschap van de Rijksoverheid. Dus dat is ook nog eens een iets wat van hoger hand komt. En dan wilde ik dus twee dingen vragen. Eén, wij willen natuurlijk meer, 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 beter, beter, beter. Maar als wij de waarheid niet kennen, hè, valt het ons dan aan te rekenen? En twee, niemand heeft natuurlijk gezegd, ga in zee met charlatans. Ga lopen sjoemelen met inkoopformulieren. Oh, dat ze geen financiële check hebben, maakt niet uit. Oh, geen voorfinanciering van de Rabobank. Oh, nou dan maar VWS. Oh, ze komen met hun mondkapjes nu in de sluis, de luchtbrug van die we al hebben met mensen die we betrouwbaar vinden, die daadwerkelijk aan het leveren zijn. Oh, nou, laat maar komen. Ik bedoel, dat hebben we natuurlijk, dat heeft niemand. Niemand gezegd. Hè? Dus we werden blind gehouden. Ik denk dat het helder is. Ja. Ja. Meneer Van der Staaij? Ja, sorry, mijn vraag maar. Ja, voorzitter. Kijk, waar mijn opmerking op gerelateerd was, op aansloeg, is ook pagina 82 en 83 van het rapport. Op het hoogtepunt van die media-aandacht en van die sfeer van we moeten echt kopen, 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 vond deze transactie plaats. Dus het was, dat is wel wat ook de onderzoekers vaststellen. En dat mevrouw Agema zegt, daarnaast daar is het wel van belang dat we ook wel steeds goed en tijdig inzicht krijgen. Ook als Kamer. Ja, helemaal mee eens. Dat steun ik zeker. En dat het geen vrijbrief is voor allerlei kwaliteitsconcessies te doen. Dat mag ook duidelijk zijn. En die waarborgen moeten misschien ook nog sterker zijn. Sterker nog, ik zou eigenlijk ook zeggen, het moet ook niet zo zijn dat je eigenlijk maar eigenlijk alles erop gericht moet zijn om ze hoe dan ook bepaalde initiatiefnemers aan boord te houden. Het moet ook zo kunnen zijn. Er is een bepaald aanbod en dat is voldoet aan de criteria ja dan nee. Ook een beetje gelijk speelveld wel bewaken ten opzichte van anderen. En niet dat er voor één, dat er, wij spreken ad hoc, alles zo geplooid moet worden dat het precies past. Vervolgvraag. Nou kijk, 12 dagen voordat de deal gesloten werd met Van Linden en consorten was al duidelijk dat ook de thuiszorg en de verpleeghuizen beleverd konden worden. Dat wisten wij natuurlijk niet. We kregen wel natuurlijk voor het debat van 8 april... stond wel wat er in de pijplijn zat. Dat stond wel in die Kamerbrief. Maar dat het zo eigenlijk op dat moment zo goed voor elkaar was dat instellingen al zeiden van, nou, wacht maar met die belevering tot na het paasweekend. Die instellingen waar de nood het hoogst leek te zijn. Dat inzicht hebben wij niet gekregen. En dan varen we wel natuurlijk in de mist. En deelt meneer Van der Staaij die mening? Voorzitter, ik vind het zeker van belang. Mevrouw Agema heeft de vraag over gesteld van, zijn we wel goed en adequaat ook geïnformeerd op dat punt? Die vraag steun ik graag. Tegelijkertijd heb ik zelf wel het beeld, zeg ik er eerlijk bij, dat soms ook na een verloop van tijd je nog steeds scherper wist hoe de situatie was per een bepaalde datum. Maar dat er op dat moment zelf altijd nog wel wat onduidelijkheid was over zijn alle leveringen die aangekondigd zijn voor die en die data ook daadwerkelijk worden die geleverd. En dat er ook wel een beetje politieke voorzichtigheid was op het moment dat een bewindspersoon zei, het is nu genoeg. Ja, maar is het echt genoeg? Dan wilden we het ook wel weer zeker weten, omdat de schade, als het mis zou gaan, ook weer groot was. Dus tenminste, zo kijk ik erop terug. Thank you.